Welkom in het Olympiastadion. Naast me zit Jurie Mulder. Hallo Jurie. Evert, leuk om hier te zijn. Ben benieuwd naar de wedstrijd. Het zou best wel eens een mooie wedstrijd kunnen worden als je ziet wie er tegen elkaar spelen. Duitsland en Brazilië. Vanuit onze commentaarstoel hebben we hier een prachtig uitzicht op het Olympiastadion. En zijn typerende blauwe atletiekbaan rond het veld. Het is een opvallend kleurtje en ik weet eigenlijk niet helemaal of ik het wel mooi vind. Maar voor zover ik weet is het het enige professionele stadion in Duitsland dat over een blauwkleurige hardloopbaan beschikt. Als Brazilië geen wereldkampioen wordt, dan wordt dat beschouwd als een regelrechte mislukking. Zo hoog zijn de verwachtingen altijd in dat land. Ze hebben natuurlijk ook 5 keer gewonnen en dat is nog altijd een record. Sowieso hoort Brazilië altijd bij de favorieten, ook al gaat het wat minder met ze. Met deze formatie stapt de thuisploeg het veld op. 4-4-2, dat is waarschijnlijk het bekendste systeem in het voetbal. Ja, met de kanttekening even dat vandaag in een ruitje op het middenveld wordt gespeeld. Dus met een punt naar achteren en met een punt naar voren. Nu jij weer. En hier zien we de beginopstelling van de bezoekers. 4-3-3, een systeem wat ons Hollanders niet vreemd is, Jurie. Bij een 4-3-3 is de veldbezetting ideaal om goed te combinatiespel te kunnen ontplooien even. Nou, daar gaan we dan. Laten we hopen op een prachtige wedstrijd. Huvides. Özil. Rudy. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt en dus loopt deze aanval op niets uit. Dat wordt een inworp. Huvides. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? We zijn net begonnen en de scheidsrechter moet nu al fluiten voor de eerste overtreding. Brazilië met de mogelijkheid op een treffer. En de Duitsers, de wedstrijd is net begonnen en er is nu al een overtreding gemaakt. Rudy. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Wie pikt hem op? Casimiro. Marcelo. Boateng. En hij is de bal kwijt. Schürrle. Zo boek je natuurlijk wel treinwinst. Brazilië is aan de bal en komt een heel end. Hij herovert de bal met zijn tackle.
Ja, goed. Dat wordt een vrije trap. Misschien moet de scheidsrechter hier iets aan gaan doen. Goed genomen hoor, die vrije trap. De keeper heeft hem. Duitsland gaat op zoek naar een doelpunt. Marcelo. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. De ruimte is klein, dus spelen ze de bal geduldig rond. De verdediger raakt de bal nog aan, dus corner. Schürrle. Kroos. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Moet je dat zien? Komt dat schot? Belangrijk doelpunt. De voorsprong is nu een feit. In de hoek. Technisch heel knap gedaan. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Coutinho. En weer terug die bal. Oh, dit kan een kans worden. Hij is langs de verdediger. Neymar. Via de paal en achter. Huberes. Kroos. De wedstrijd wordt niet stilgelegd. Voordeel voor Duitsland. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Nou, dat was te voorbarig. De aanval is alweer afgeslagen. Met de tegenstanders nu in balbezit. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Ingooi. Eventjes gewacht, maar hij fluit toch voor die overtreding en hij trekt een kaart. Ja, gele kaart. En nu moet die speler toch gaan oppassen. Dat was inderdaad een overtreding. De scheidsrechter heeft het goed gezien. Hij probeerde hem de bal afhandig te maken, maar maakte daarbij een overtreding. Aanvallend spel hier van Brazilië. Mooi aangespeeld door zijn ploeggenoot. Wat gaat hij doen? Die gaat richting de cornervlag.
Boateng. Kroos. Het loopt als een trein bij deze ploeg. De bal gaat moeiteloos van voet naar voet. Özil. Goeie ingreep van de keeper. Dat is een hoekschop. De scheids heeft het gezien. Die geblesseerde Braziliaan kan de wedstrijd niet uitspelen en wordt dus gewisseld. Beeldschone aanname. Paulinho. Die bal wordt onderschept. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Özil. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Prima onderschepping daar. Rudy. En mogelijkheden nu voor Duitsland. Zo doe je dat. Müller. Daar is hij dan. Zeer goed ingespeeld. Met de afwerking is ook niks mis. Marquinhos. Wat beslist de scheidsrechter? Dit pikt de scheidsrechter niet en geeft geel. Ja, de Duitser moet nu op zijn tellen gaan passen. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Sliding, overtreding. Özil. Kroos. Jonas Hector. Özil. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Wat gaat de scheidsrechter hier doen? De keeper raakt de bal op. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Oh, knalhard schot. Ze mogen een hoekschop nemen.
Gomez. Die gaat de hoekschop nemen. Ik kan echt genieten hoor van die Neymar. Maar vandaag gaat er veel mis. Hij lijkt het niet te hebben. Nee, hij trapt eigenlijk geen deuk in een pakje boter. Kijk, zo'n speler moet met zijn doelpunten het verschil maken. Maar ja, als je de doelman nauwelijks op de proef weet te stellen, dan ga je zonder punten de kleedkamer in. De blessuretijd bedraagt maar liefst 5 minuten. Müller. Die paas wordt doorzien. Alves da Silva. Brazilië is aan de bal en komt een heel eind. Paulinho. Daar komt de aansluitingstreffer, denk ik. De stand is 2-0. De eerste helft zit erop. Zo, de eerste helft zit erop. Wat vind je te doen van Thomas Müller? Ja, hij speelt zeker niet slecht en zijn inspanningen werden beloond met een treffer en een verdiende voorsprong. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij... Wordt hij nu al naar de kant gehaald? Dat is wel een vroege publiekswissel, toch? Ja, of misschien sparen ze hem, want hij heeft echt geweldig gedaan vandaag. En hij verdient ook wel even een applaus in de ontvangst te nemen. En Brazilië's aftrap voor de tweede helft wordt met gejuich ontvangen. En neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Nu schieten! Oh, ja! Hij blijft oog in oog met het doelman heel rustig en rond het koeltjes af. Uitstekend gevoetbald. Dat is doelpunt nummertje 2 voor deze jongen. En hij lijkt niet van plan het rustig aan te doen. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Casemiro. Marcelo. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Hij omspeelt de mandekking. De voorzet belandt in de handen van de doelman. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Komt het schot? Hij zit erin. Het Duitse publiek vindt het prachtig. Ja, alweer een doelpunt. Ze kunnen er geen genoeg van krijgen. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Marquinhos. Marcelo. Casemiro. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Gaat hij voor een schot of... Wat een actie! Doelpoging. Met zijn gebaren geeft hij al aan wat hij zelf van het schot vond.
Het is een inworp. Mislukte inworp, wegbalbezit. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? En het spel gaat weer de andere kant op. Gaat op het doel af. Ai, hij geeft zelf al aan dat het schot niet erg geslaagd was. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Aanvallend spel hier van Brazilië. Oh, zo makkelijk was het niet. Gezien door de scheidsrechter. Wat gaat hij doen? En dan gaat de Braziliaan af. Rudy. Müller. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Mogelijk een goede kans hier. Ziet er gevaarlijk uit. Wat een geweldige redding van de keeper. Die bal gaat ver naast. Zwak geschoten zeg. Brazilië is aan de bal en komt een heel end. Het schot. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Rudy. Müller. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat. Kijk eens. De keeper heeft hem. De hoekschop wordt zo genomen. Voorkomt gevaar. Een super redding hoor, voor de keeper. En dat is een corner. Mooie redding van de keeper op dat afstandsschot. Julian Draxler. De keeper redt op fenomenale wijze. En nog een hoekschop. Overzicht van de hoekschoppen. Boateng. Hij scoort. Het hoeft niet altijd hard. Soms is een rolletje de beste oplossing. Duitsland trefdoel. Hij kopt die bal uit de corner zomaar binnen. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Er wordt een eenzijdige pot vandaag.
Fernandinho. Goeie ingreep, maar is de bal al weer kwijt. Die pikt hem op. Leuk gedaan hoor, maar het balletje is te kort. Oei, die inworp gaat helemaal mis. Nog 20 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Kijk eens wat een mooie paas. Hij kan alleen door, maar heeft ook afspeelmogelijkheden. Een juweeltje dit slot. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Die gaat richting de cornervlag. Neemt de bal schitterend aan. Duitsland gaat op zoek naar een doelpunt. Dat bleef het gevaar op zo'n schot. Over de zijlijn, maar de bal is nog aangeraakt. Julian Draxler. Voordat het echt gevaarlijk wordt, komt er een verdediger tussen. Niklas Süle. Ze wachten geduldig hun kans af en spelen de bal rond. Die paas op. Hij neemt hem. Redding door de keeper. De aanval loopt door. De bal gaat over de zijlijn nadat hij is aangeraakt. Marcelo. Fernandinho. En een paas naar de vleugel. Het leek een goede paas naar de vleugel, maar er zit een tegenstander tussen. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Müller. Wie weet levert dit een kans op. Er zijn nog 8 minuten reguliere speeltijd over. Er zijn ergere manieren om naar de kant te worden gehaald, Juri. Nou, dat kun je wel zeggen, even. Maar ik vind dat deze speler dat ook wel verdiend heeft. Hij heeft echt een fantastische wedstrijd gespeeld. Fernandinho. Dit is een duel tussen twee zeer verschillende tegenstanders. De ene domineerde de wedstrijd volledig en de andere liep er maar een beetje achteraan. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Coutinho maakt zich wellicht al op voor een schot. Huberes. Julian Draxler. Dit is een lekkere pas hoor. Nou, daar zullen ze ploeggenoten hem dankbaar voor zijn. Uitstekend verdedigend werk. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Dan schiet hij. Die gaat het stadion uit. We krijgen maar liefst 5 minuten extra tijd. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Kans om te schieten. Oh ja!
En de invaller scoort. Hij is er net in en maakt nu al het verschil. Ze bouwen de score nog even uit voor het sluiten van de markt. Daaraan zie je hoe graag de team wil. Ze blijven de toeschouwers vermaken. Een mooie bekroning van een geweldige wedstrijd. Het is al lang gelopen natuurlijk, maar toch blijven ze maar doorgaan. Ze hebben flink aan hun doelsaldo gewerkt, ja. En dat kan natuurlijk nog zeer belangrijk zijn. Ik denk dat één team in deze wedstrijd de dienst gaat uitmaken. Giuliano. Marquinhos. Coutinho. Roberto Firmino. Brazili. Wat een actie. Hij gaat ervoor. Oh, wat scheelt het weinig zeg. Een doelpunt was goed voor de wedstrijd geweest. En ik geloof dat het halve stadion dacht dat hij zat. Maar helaas. Jonas Hector. Oei, hij leek te vallen, maar blijft op de been. De scheidsrechter fluit af. Einde wedstrijd 6-0. Tja, voor de winnaars is zo'n klinkende overwinning natuurlijk een lekker steuntje in de rug. En de verliezers, die moeten het maar zo snel mogelijk vergeten, dit potje. Precies, uithuilen en opnieuw beginnen even. Wat vond je vandaag van Müller? Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon twee gemaakt, hè? Dus dat is toch knap. En hij barst van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag ze de zege heeft opgeleverd.